De omgeving rondom het Cartagena-pad en Rotterdam-Alexander zou de laatste tijd erg achteruit zijn gegaan. Drugsdealers lopen volgens bewoners af en aan naar verschillende woningen voor de verkoop van drugs. Het gebeurt de laatste tijd heel veel. Het gaat hard achteruit. Want ik bedoel, er loopt zoveel criminaliteit rond hier zo. De buurt gaat hier echt achteruit, vindt u? Achteruit. Ik woon hier 26 jaar. Ik heb het nog nooit zo hard achteruit zien gaan. De schietpartij van gisteravond is voor veel buurtbewoners dan ook een logisch gevolg van de overlast die zich al maanden voordoet. Volgens de politie is er nog veel onduidelijk. Nou, wat er precies gebeurd is, dat weten we niet. Of die zomaar is neergeschoten, of dat het een overval betreft, of dat het... wellicht, je kan allerlei scenario's daarbij bedenken, dat weten we niet. Maar de buurtbewoners zijn duidelijker over wat er is gebeurd. Een rondgang door de wijk levert het volgende verhaal op. Rond 11 uur gisteravond vertrekt de 49-jarige bezorger hier in Capellen aan IJssel bij Chicken House. Met zijn busje rijdt hij richting Rotterdam-Alexander om eten af te leveren aan het Cartagena-pad. In de woning waar hij de maaltijd moet brengen ontstaat ruzie met twee mannen. Het slachtoffer wordt daar mogelijk ook beroofd. Toen werd ik wakker en hoorde ik iemand auw, auw gillen en help, help. En toen hoorde ik schoten. Nou, toen werd er gebeld bij mij. Nou, s'avonds om 10:30 doe ik niet meer open natuurlijk, want dan weet ik niet wie er is. Dus dan kijk ik voor de videofoon en dan vraag ik wie er is. Nou, en toen op een gegeven moment dat die videofoon, dat het beeld kwam. En toen hoorde ik ineens help, help roepen. Nou, en toen hebben ze schijnbaar de jongen meegesleept. Hier tussendoor. Nou, die zijn het poortje onderdoor gelopen. Nou ja, en op de Evenaar is het gebeurd, bij wijze van spreken. Ja. Dat ze hem neergeknald hebben. Aangesnelde politieagenten proberen de man nog te reanimeren. Uiteindelijk is de man in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Ja, we hebben vrij snel een verdachte aangehouden. Dat was een meneer die hield zich nogal verdacht op bij de plaats delict vlak daarbij. Nou, de tweede verdachte die zijn we op het spoor gekomen puur door het onderzoek. Dat was eigenlijk al vrij snel. In de loop van de nacht is die aangehouden. Nou, de eerste verdachte, die 24-jarige man, was bij de plaats delict. En de tweede verdachte, dat was een 19-jarige man, die is aangehouden in een woning daar in de directe omgeving. De politie heeft inmiddels 20 rechercheurs op de zaak gezet en sluit nieuwe aanhoudingen niet uit.